Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls en welkom bij alweer een nieuwe video. Vandaag gaan we een nieuwe video doen. Maar als eerste wil ik zeggen dat ik nu vanaf nu op Peter de stoel zit. Bedankt Exception voor het reageren van die reactie. Ik ga uw reactie een hartje geven en een like geven. Net gedaan, dus let's go. We gaan vandaag praten over GTA 6 en wat er allemaal zou gebeuren met de GTA 6. Dus ja, ik heb die video nog niet online gezet, denk ik. En oké, wat gaat GTA 6 zijn? Het GTA 6. Rockstar heeft dus die tweet uitgebracht op 4 februari. Many of you have been asking about a new entry in the Grand Theft Auto series. Veel van ons hebben gevraagd om over een nieuwe toevoeging aan de Grand Theft Auto franchise. And with every new product, our goal is always to significantly move beyond what we previously delivered. Dus met elk project wat ze bezig zijn, hun doel om altijd verder, een stapje verder te gaan dan wat ze ervoor hebben gevraagd. Dus we're pleased to confirm that active development for next entry in the series is underway. Dus ze zijn blij om te kunnen aankondigen dat GTA 6 onderweg is. Het is geweldig om te weten wat we allemaal vermoeden. Er komt een 6e GTA-spel en het is al in volle ontwikkeling. Dus eigenlijk komt een nieuwe GTA. Nieuwe GTA 6, dus, maar ze weten niet wanneer. We verwachten alleen te veel van dat het snel zal verschijnen. Eind mei 2022 zei de Franse journalist Chris Klippel dat Rockstar een onthulling voor een mysterieus project in de planning had staan. Dus het is mogelijk dat dit Europees dat GTA 6 op een gegeven moment een trailer zal krijgen. Oké, dus we gaan misschien een trailer krijgen. Ik weet niet over hoeveel maanden dit zou een trailer gaan krijgen. Begin juli 2022 vermeldde een ander community update van Rockstar dat de ontwikkelaar zich bewust is van de noodzaak om de verwachting van de spelers te overtreffen en dat dit deel het beste moet zijn dat het kan zijn. Dus we zijn benieuwd hoe ambitieus het spel is. Ik ben ook natuurlijk benieuwd hoe ambitieus eigenlijk Rockstar gaat zijn met GTA 6 platformen. Waarschijnlijk het belangrijkste detail in het eerste grote lek rond GTA 6 betrof het platformen waar het waarschijnlijk op zal uitkomen. GTA 5 kwam natuurlijk aan het eind van een console generatie uit voor de PS3 en Xbox 360. Herinner je nog? GTA 5 voor de PS3 en de Xbox 360. En werd daarna opnieuw uitgebracht met betere prestaties en graphics op de volgende 6 consoles. Blijkbaar zal het patroon echter niet herhaald worden met GTA 6. Het lekt suggereert dat het spel exclusief zal zijn voor de PlayStation 5 en de Microsoft Xbox Series X en S. Dus ik ben content dat ik een PlayStation 5 heb, dus kan ik sowieso al GTA 6 spelen. Aangezien die consoles al minstens een jaar uit zijn bij de release, is dat volkomen geloofwaardig. Dus het is geloofwaardig dat GTA 6 door de PS5 en Xbox Series X en S gaat komen. Maar gezien het feit dat Red Dead Redemption 2 er een stuk minder lang over deed om naar PC-spelers te komen dan GTA 5 jaren geleden, zou het enigszins verrassend zijn als GTA 6 niet ook binnen een jaar na release zijn weg naar de PC vindt. GTA 6 gameplay. Wachten op details over een nieuw GTA-spel brengt over het algemeen één groot gebied van speculatie met zich mee. Waar zal het spel zich afspelen? Hoeveel personages en verhaallijnen net zo onderhevig zijn aan interessante details? Is er iets met de setting van GTA dat aanvoelt als de meest speciale keuze die Rockstar moet maken? Of het nu Liberty City, Los Santos of een ander groot stedelijk gebied wordt. Het speelterrein waar spelers zich zullen uitleven is een groot vraagteken dat boven het spel hangt. Ik hoop natuurlijk dat er een nieuwe map komt. Een grotere map zelfs. Dus ja, hopelijk komt er een veel grotere map voor GTA. Op dit moment wordt dat druk over gespeculeerd, waarbij GTA Online spelers er op een gegeven moment van overtuigd raakten dat GTA 6 zich zal afspelen in Vice City, de geliefde, in neon gehulde alternatieve versie van Miami uit GTA 3. Dus ik hoop dat, natuurlijk kan het ook zijn dat dat in Vice City gebeurt en dat dus Miami terugkomt. Nu hebben ze Los Angeles en Hollywood, ja. De redenering erachter GTA Online Race DLC Open Wheels heeft een racecircuit dat bedacht lijkt op de omtrek van een kaart die Miami zou omvatten. Evenals een stuk van Mexico. De omtrek ziet er vrij duidelijk uit, zoals je kunt zien in de afbeelding eronder, maar het is duidelijk dat Rockstar in dit stadium zijn eigen raad voor zich houdt.
En het zou gaan om de Heights of Society racetrack. Ik heb dat nog niet gezien, echt, dus ja. Dat zou inderdaad wel kunnen, ja. Dit idee kreeg meer details toegevoegd door een vermeend lek dat naar verluid kwam via de vriend van een ontevreden ex-Rockstar werknemer. Als we de informatie mogen geloven, zal het spel zich afspelen in Florida en een kaart hebben die groter is dan GTA 5 en Red Dead Redemption 2 samen. En drie steden beslaan, waaronder Vice City. Spelers zouden blijkbaar vier verschillende protagonisten kunnen besturen. Een uitbreiding op drie hoofdpersonages van GTA 5. Een andere kaartlekkage lijkt meer van de hele kaart te kunnen tonen, samen met een gedeelte dat volgens fans gebaseerd zou kunnen zijn op het Kennedy Space Center, gebaseerd op layout. Echter, zoals gewoonlijk is er niet veel om dit te valideren als echte informatie. Dus er zouden ook kaartlekkages geweest zijn van de hele kaart, met een gedeelte dat zou kunnen zijn op het Kennedy, zou kunnen gebaseerd zijn op het Kennedy Space Center. Ja, ik denk het niet, maar het zou wel kunnen. Meer informatie komt van een Reddit poster die verschillende gelekte afbeeldingen heeft samengevoegd tot een concept van hoe de kaart er zou uit kunnen zien. Het is uitgestrekt en bevat een enorme oceaan, zo'n lege ruimte dat we vrij sceptisch zijn dat het uiteindelijk echt zal zijn, tenzij Rockstar de serie een heel nieuwe nautische richting neemt. Ik denk niet dat het zo zou kunnen zijn dat Rockstar het in een nautische richting neemt. Rockstar is zo niet, denk ik. Elders is ook gesuggereerd dat Liberty City uit GTA 3, San Andreas uit GTA San Andreas uiteraard, en het Midwesten aan bod zouden kunnen komen. Of misschien zelfs allemaal voor de verschillende delen. Een gerucht in maart 2022 heeft ook gesuggereerd dat het spel zal opgesplitst worden over verschillende tijdsperiodes. Meer dan alleen voor korte episodes zoals de proloog van GTA 5. Dat was ook in Blaine County, geloof ik. Ik weet niet meer welke dat was. De proloog. Hoe dan ook, verwacht dat het spel de grenzen zal verleggen waartoe de nieuwe hardware van Sony en Microsoft in staat zijn. Er is geen garantie dat de spelwereld groter en gedetailleerder zal zijn dan de kaart van GTA 5, maar dat is zeker hoe dingen lijken te evolueren. Dus het zou eigenlijk wel kunnen zijn dat het spel de grenzen zal verleggen waartoe dat de hardware van Sony, de PlayStation 5 is en van Microsoft en Xbox Series X en S tot in staat zijn. Er zou geen garantie zijn dat de kaart weliswaar groter zou kunnen zijn en gedetailleerder zou kunnen zijn. We weten niet zeker dus. In een groot Bloomberg rapport in juli 2022 kregen we de informatie dat het spel zich inderdaad afspeelt in Rockstar's versie van Miami. Een eenvoudiger antwoord dan alle spelerwerk hierboven. Dus eigenlijk zou het via een Bloomberg rapport in juli zou het al de informatie even verkregen zijn dat het dus in Miami, alleen dus in Vice City zou doorgaan, maar dat weten we ondertussen nog niet. We moeten afwachten zoals we eigenlijk meer weten van GTA 5. Van Rockstar zelf. Dus ja. Ondertussen circuleren ook geruchten dat het personagepark voor het eerst in de serie een vrouwelijk personage zal bevatten. Iets wat volgens ons allang had mogen gebeuren. De info is afkomstig van Tom Henderson, een oude leaker die in het verleden al vele vaker accurate bewering heeft gedaan. Dus Tom Henderson is echt wel zo'n goede leaker die een heeft banden met Rockstar werknemers aan. Ja. Dat detail werd bevestigd door John Schreier, dat in datzelfde Bloomberg rapport. In datzelfde Bloomberg rapport in juli 2022, een hele tijd later, dan met de informatie dat de vrouwelijke hoofdrolspeler speelster Latina zal zijn. De eenheid van een koppel geïnspireerd door Bonnie en Clyde. We kunnen verwachten dat het spel ook technische grenzen zal verleggen en volgens een recent gerucht dat het zich onder meer zou zich houden aan de meer fotorealistische graphics van GTA 5 in plaats van te gaan voor iets meer gestileerd. GTA 6 verhaal. Het hoofdverhaal van elk GTA spel tot nu toe ging over criminaliteit als de regel. Maar exacte smaak is altijd aan verandering onderheen. Cruciaal gegeven met betrekking tot het verhaal van GTA 6 is dat Rockstar's mede-oprichter Dan Houser de studio in maart 2020 heeft verlaten. Dat betekent dat een van de belangrijkste smaakmakers en het schrijvers van de studio is vertrokken. Iemand die samen met zijn broer Sam de toon heeft van de franchise van het allereerste begin heeft bepaald. Enerzijds is er gezien de waarschijnlijke timing van het spel de goede kans dat Dan Houser nog een stevige inbreng en invloed had op het script en het verhaal voor zijn vertrek.
Aan de andere kant, als hij op weg was naar buiten, is het heel mogelijk dat hij lang niet zo betrokken was. Dat betekent dat we een andere stem zouden kunnen krijgen voor GTA 6. Iets dat werd aangegeven door berichten dat het verhaal opnieuw werd opgestart naast de track van Hauser, die opdoken in 21 november. November 2021. Hoe dat zich precies zou manifesteren, laat zich moeilijk raden. Maar het is een interessante ontwikkeling van Rockstar, voor Rockstar, dat is zeker. Een ander recent gerucht werd gestart door een oud patent dat in 2017 door Rockstar werd ingediend. Het klinkt geloofwaardig dat Rockstar een verhaal wil vertellen over de gentrificatie en het slapende kapitalisme. Een goede voedingswoorden voor satire, mogen we wel zeggen. Een veranderende stad die reageert op de acties van de spelers in het verhaal is echter een behoorlijk boeiend idee. Het diepje van de sluier over het verhaal van het spel heeft te maken met de tijd waarin het zich afspeelt. Sinds mensen speculeren dat het spel zou kunnen terugkeren naar Vice City, zijn er vragen gerezen over de vraag of het spel zich weer in de jaren 80 zal afspelen. Volgens een veelvuldige leaker Tom Henderson wordt het echter een moderne titel zoals GTA 5. Henderson heeft in het verleden al vaker gelijk gekregen, dus dit is zeker een interessante ontwikkeling. Recentelijk hebben we van een leaker gehoord dat Nico Bellic uit GTA 4 in het spel zou kunnen voorkomen. Hij wordt genoemd in GTA 5, maar is niet meer verschenen sinds de uitbreidingen klaar waren. Zoals met veel GTA lijken, zou het gewoon voor GTA online kunnen zijn op een bepaald punt. Maar het is een potentiële tie-in. Het is een spannende potentiële tie-in tussen releases in de serie. Voorlopig kun je dus een verhaal van met twee personen verwachten dat zich afspeelt in Miami. En het grote rapport van Jason Schreier in juli 2022 gaf ook aan dat het spel wat minder grappen zal maken dan de vorige titels. Vooral als het gaat om neerhalen van klappen. Dat betekent hopelijk minder grappen ten koste van minderheden en rechtelozen en meer opwaartse klappen op het systeem van onderdrukking waaraan zij zijn onderworpen. We zullen meer details toevoegen aan deze roundup als en wanneer nieuwe informatie bekend wordt of daadwerkelijk aankondigingen worden gedaan. Dus we komen zeker nog eens terug. Op het artikel. Dit is dus zo'n beetje in lijnen wat het eigenlijk zou kunnen zijn van GTA 6. Er zijn al veel leaks gebeurd. We zullen wel zien wat het gaat komen de komende maanden, komende jaar gaat uitbrengen. Dus dat zullen we zien en dan zie ik jullie guys graag in de volgende video weer. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Ronald Dylan. Bye bye!